Simon! Kareltje! Oh, hey. Heb je aan me gedacht? Wat dacht jij dan? Kijk eens. Heel voorzichtig. Het is een uniek exemplaar. Zo. 5 mei 1945. Zo. Originele bewaringsnummer. Reken maar. We waren al jaren in de linnenkast tussen de lakens. Nederland vrij, Roosevelt, Churchill, Stalin. Het driemanschap dat den Europeeschen oorlog won. Grandioos, Karel. Hou vast. Ga daar staan. Hier ook? Ja, pet op. Pet op? Ja, tuurlijk. Het is voor de voorpagina. Jo. Ja. En dan doen we ook nog deze sjaal om. Jo. Ja, het gaat over de Koude Oorlog. Tuurlijk. Ze gaan het ook helemaal heten. De Koude Oorlog volgens Karel van Dam. Dus de hele krant gaat enkel over mij? Nou, over jouw denkbeelden. Hoe jij erover denkt dus. Ik bedoel, jij bent tenslotte een echte ouderwetse communist. Komt-ie. Heb eens. Karel, dan nou het interview. Nou, ik vind het wel een hele eer hoor, Simon. Ja, ja, het is het ook, want hij schold er zich dan tegen. Maar hij zegt, Simon, hij zegt, zou je dat nou wat doen met die Van Dam, krijgt hij dan geen capsonus. Ik zeg, Karel niet, Karel is een doodgewone gozer. Kraak nog smaak, 13 in een dozijn, die gaat echt niet naar zijn schoenen lopen. Nee, dat denk ik ook niet. Karel, dan even wat gegevens aangaande jouw personalia. Nou, ik heet dus Karel Van Dam. Ik ben geboren in Honselersdijk, 1923. Goedemiddag. Jappio. Adi Jaap. Karel, het communisme van huis uit meegekregen. Met de paplepel, Simon, met de paplepel. Ja, toch is dat een beetje eigenaardig in het Westland. Ik bedoel, al die tuinders, die zijn toch allemaal rooms? En gereformeerd? Wees geen uit, man. Wij waren eens een beetje de enige rooi op het dorp. Ze hadden jullie eruit moeten jagen. Jacobus, het is voor een interview even je kop dicht. Zeker weer voor die bespottelijke rioolkrant. Jij bent alleen maar jaloers. De hele krant is helemaal aan mij gewijd, hoor. Dat leest dan toch geen mens? Wat kan iemand Karel van Dam nou schelen? Nee, maar Karel van Dam en de Koude Oorlog wel. Oh, dan wordt het veel te eenzijdig. Als het een Karel legt, dan is het allemaal de schuld van het Westen. Ja, het Westen doe ik zelf in een begeleidend commentaar. Hè? Karel, sinds wanneer ben jij lid? Van de CPN? Nee, van de NSB. Jacobus. Komt trouwens op hetzelfde neer. Ik ben lid geworden toen Hitler Rusland binnenviel. Kwam goed uit, was ik net 18. Nee, hè? Ze waren heerlijk. Karel, Khrushchev. Dat waren mijn boterhammen. Doe toch niet zo hebberig, man. Hebberig? Volgens het communisme zijn die boterhammen van iedereen. Dus eet jij ze maar op. Er was niemand anders. Karel, Khrushchev. Wat denk jij van zijn leiderschap? Daar denken we helemaal niks van. Ik vroeg het aan Karel. Die Khrushchev, die moest ze aan de hoogste boom opknopen. Johnson zal je bedoelen. Wat zeg jij nou? Ja, Johnson, ja. Ja, die is uit op oorlog. Net als die Kennedy trouwens met die varkensbaai. Het was om de Cubanen te helpen. Nou, dat heeft veel geholpen. Om van die Castro af te komen. Die Cubanen zijn gek op Castro. Die hebben ze bevrijd van het juk van Batista. Daar zijn ze nou allemaal gelijk. Karel, Khrushchev. Ja, die hebt er toen nog die raketten naartoe gestuurd. Dat heb Kennedy tenminste nog jaren voorkomen. Jammer genoeg wel. Hadden we die kapitalisten mooi onder schot kunnen houden. Karel, Khrushchev. Oké, ze zijn er niet eens gedragen. Die zit midden in de UNO. Zit hij met een schoen op tafel te slaan. Heb je natuurlijk ook nog zweetvoeten. Karel. Even bij jou op de bus dan maar, anders komt het nooit af. Goed idee. Die Khrushchev is een gevaar voor de wereldvrede. Dat niemand ooit eens naar die gozer toe gaat zeggen dat hij opdonder. Wie houdt je tegen? Ik ben toch geen politicus? Neem lunch, noemt zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken maar eens een keertje naar de Moskou gaan en zeggen Nikita, inpakken en wegwezen. Nou, dat is er niet bij. Dat Khrushchev verdwijnt, dat maak jij niet meer mee. Nou, Karel. Als Jaap zijn eigen ermee bemoeit, ik bedoel, hij is tenslotte de gewone man, hè? Grote kans dat Khrushchev daar naar luistert. Khrushchev en Jaap Kooijman, laat me niet lachen. Het valt te proberen, Jacobus. Het gaat tenslotte om de wereldvrede. Helemaal naar Moskou zeker? Ja, dat is inderdaad wel heel ver. Karel, Khrushchev. Zo, dit is een hele goede cursus. Pa heeft toch echt geen talenknobbel, hè? Nou, en hij spreekt een heel aardig woordje Spaans, nou. Dus in restaurants en zo konden jullie gewoon bestellen? Ja, overal, in de winkels en zo. Nou, dat is toch heel wat beter dan met handen en voeten? Nou. Spaans is een Latijnse taal, dus echt moeilijk kan het nooit wezen. Oh, nee. Drents is een Saksische taal, dat is pas moeilijk. Oh, ja? Ja, want in het Drents kennen ze namelijk helemaal geen regels. Niet. Alleen maar uitzonderingen. Jo. Nou, zet die plaat maar op. Buenos dias.
Señoras y señores, bienvenidos a este curso de español para principiantes. Con este curso pueden ustedes en solo 20 lecciones hablar y entender. Nah. Pero, para un mejor resultado... Nee, ja. Dit is de babyfoon, maar kleine Jaapie. Oh, meid. Zo'n blikkie. Ja, en hij doet het hartstikke goed. Handig. Nou, toen pa en ik hem voor het eerst opzetten, toen schrokken we ons ook een hoedje. Ja, je denkt dat leer ik nooit. Maar we beginnen gewoon bij het begin. Buenos dias. Goeiedag. Buenos dias. Stil maar. Stil maar. Mama's eentjes naar Spaanse les. Het is alsof ze op zijn naast je staat. Dat zei ik toch? Daar hebben we echt geen elektrische voor nodig, hoor. Ja. Goedenavond. Buenos dias. Buenas. Waarom weet ik daar niks van? Spaanse les, Jaap. Zo leuk voor van de zomer op vakantie. Vakantie? Mijn vrouw heeft het over vakantie. Terwijl het rode ravaar loert op alle hoeken van de straten. De Russen kunnen elk moment voor de deur staan. Moeten we weer onderduiken? Ja, jij niet. Jij huilt weer gelijk met de vijand mee. Maar, dus goedenavond is... Buenas... Goedenavond. Ja, Simon, ze leren Spanjools. Daar hebben we nou de 80-jarige oorlog voor gewonnen. Jacobus, wat hoorde ik net op de radio? Wie krijgen dit weekend een hoge communistische onderscheiding? Walter Ulbricht. Ja. En van wie? Van Nikita Khrushchev persoonlijk. Ja. En waarom? In Oost-Berlijn. Ja. En Oost-Berlijn is vlakbij. Ligt namelijk naast West-Berlijn. Nou en? Daar kennen we dus naartoe. Waarvoor? Dat jij die kroesje van zijn vestie trekt. Hallo. Jacobus, dit is je kans, man. Dan kun je eindelijk een vuist maken tegen het rode gevaar. Schrijf eens uit. Maar ja, het is voor het Vrije Westen, voor de wereldvrede en zo. Doe me een lol. En, Jacobus, als ik daar een hele mooie reportage over schrijf in de Bruine Rotterdammer en Harmse leest dat, ken je natuurlijk nooit meer om je heen. Dat wel natuurlijk. Zit jij binnen de kortste keren achter een bureau? Moet jij eens kijken. En het is voor mij natuurlijk ook veel leuker als ik boven een groepschef woon. Uiteraard. Hé? Alleen Simon, dit weekend moeten we naar Leeuwarden, kegeltoernooi. Wat is er nou belangrijker? Een kegeltoernooi of de wereldvrede? Dat is waar. Jij zegt een zondag tegen die groepschef. Nikita, inpakken en wegwezen. Zeker weten. Alleen Simon, ik spreek geen Russisch. Nee, nog niet. Maar Simon, niet om het een of ander, maar het zou toch allemaal over mij gaan? Jawel. Het heet toch de Koude Oorlog volgens Karel van Dam? Jawel, en zo blijft het ook heten. Enkel Karel, stel je nou toch eens voor. Dat Jaap Khrushchev tot aftreden dwing. Dan heb ik de primeur, man. Maar Khrushchev moet gewoon blijven zitten. Ik denk niet dat hij zijn eigen wat van Jacobus aantrekt. Ja, dan heb jij geen artikel. Des te beter voor jou. Alsjeblieft. En dat kegeltoernooi dan? We zouden toch naar Leeuwarden? Helaas, Karel. Zaken gaan voor het meisje. Maar jij bent onze sterkste speler. Ja, de zwakste. Nou en? Nou, dan valt het toch tegen elkaar weg. Dat is waar. Nou, Simon. Borst. Die van mijn moeder is beter. Ja, hè. Die woont in Olsterdijk. Vlak naast de groenteveiling. Je hebt altijd dagverse kroten. Goedemiddag, hè? Kameraad Van Dam. Uw dagen zijn geteld. Zou je denken? Na mijn heldhaftig optreden van aanstaande zondag, wat je nou reeds historisch kan noemen, zal er in de USSR een hele andere democratische wind gaan waaien. En Simon? Is waarschijnlijk zeer waarschijnlijk. Nadat ik aanstaande zondag onder Khrushchev zijn poten heb weggezaagd, heb het communisme zo langs de tijd wel gehad. En Simon? Is waarschijnlijk zeer waarschijnlijk. Na aanstaande zondag legt de Russische beer stuiptrekkend op zijn rug de adem te happen en dan kan de CPN ook wel sluiten. Hè, Simon? Is waarschijnlijk zeer waarschijnlijk. Spaar
ik in elk geval mijn contributie uit. Zo is dat, Karel. Ik word trouwens bedankt dat je ons in Leeuwarden in de steek laat. Helaas, Karel, zonder mij zijn jullie natuurlijk kansloos, maar de wereldvrede gaat voor. Komend, kijk eens even. Ik heb hier een plaat. En daar staat een cursus Russisch op. Daar krijgt een Przewalski-paard een hik van. Ik denk dat een Przewalski-paard eerder Russisch spreekt dan Jaap. Dat denk jij, ja. Dat denk jij. Dat mag je namelijk denken. Maar als het aan jou en je rode maten legt, heb Khrushchev het hier binnen de kortste keren ook voor het zeggen. En dan wordt er op dat denken van jou geen prijs gesteld. Ah, schijn nou toch aan. Dan hoef jij niet meer te denken, dan sta je kwik te hakken in de kwikmijn. Ja, ik hoop eens maar. Zover zijn we natuurlijk nog niet. Eerst even dit, ja? Однажды в Москве была выставка цветов. Un café solo y un café con leche, por favor. En nou jij, Nel. Un café solo y un café con leche. Letje, por favor. Ja, heel goed, Nel. Dan komt letjes voor mij heel makkelijk, want in Drents kennen wij ook een letje. Echt waar? Ja, betekent natuurlijk geen melk, maar je zegt het hetzelfde. Huh? En wat betekent het dan? De baby mag het niet horen. Trap niet op jij. Het is niet waar. Oom Jerry heeft er ook een. Dobry dien! Hey. Ja. Ja. Dobry dien! Oh, laat dat kind niet bakken. Ik kom erop. Ik had het tegen die vent van je. Wat ben jij belachelijk dik aangekleed. Da! Nelly Koijman. Da! 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 Dat is Russisch voor ja. Russisch? Ja, jullie leren voor de lol Spaans, maar wij leren voor de wereldvrede Russisch. Oh. Je zit je kegelhemd eronder. Mijn kegelhemd hangt keurig in de kast. Nou, maar jullie zouden het toch naar Leeuwarden? Dobre djen. Simon, deze vrouwen verkeren in de veronderstelling dat wij onze kostbare tijd gaan verdoen aan kegelen. Dom, maar begrijpelijk. Ja, dat wel natuurlijk, want ze zijn niet op de hoogte van onze expeditie. Gaan jullie naar de Noordpool dan? Zo zou je dat kunnen zeggen, aangezien wij in de Koude Oorlog een aanzienlijke dooi teweeg gaan brengen. Of ga je naar de Himalaya? Nou, die appel valt niet ver van de boom, Nel, aangezien deze jongen tot grote hoogte zal gaan stijgen. Alweer? Alweer, ja. Doe het ook voor jou, hoor, Nel. Als meneer Harmsen dadelijk leest in de Bruine Rotterdammer van mijn heldendaden en ziet hoe ik mij heb ingespannen voor het Vrije Westen, dan ken hij nooit meer om me heen. En dan ben jij de eerste die hier ook met een bontjas loopt. Ik kan de bontjassen zo zachtjes al niet meer bergen. Leuk, Nel. Leuk. Maar morgenavond piep jij wel anders. Jacobus, wij zeggen onze dames vaarwel. Ja? Do zwidanje. Do zwidanje. Do zwidanje. Kleine Jaapie? Nee. Hij heeft zo'n talenknobbel. Oké, zo. Jacobus, dat is geen halve maatregel. Dat is Siberisch beton, dat is het hardste dat er is. Daar kennen we dan toch nooit doorheen, man? Nee, maar dat hoeft ook niet, want we gaan er overheen. Er overheen? Ja, waarom dacht je dat ik die ladder bij me had? Kijk eens, Jacobus. Hier zo, het is de kaart van Oost-Berlijn dus. Hier bij het kruis, die stadhuis. Huh? Dan ga je naar binnen, je klopt aan de deur bij Khrushchev en je zegt... Die Kita... Inpakken en wegwezen. Ja. Maar dan natuurlijk op zijn Russisch. Oh ja. Nikita. Roes de douche de douche de dash. Nee, Nikita. Roes de douche de douche de dash. Anders denkt hij dat je op zijn vrouw valt. En mij? Ja, en hij is jaloers, dus ik weet niet wat, die Khrushchev. Linker soep dan? Ja, dan sta je dadelijk nog in de kwikmijnen. Nee, wacht even, wacht even, wacht even. Nikita. Roes de douche de douche de dash. Heel goed. Simon, nou ja. Nee, ik ga niet mee. Hé? Je kijkt wel uit. Jij zou het Vrije Westen redden. En jij dan? Ik moet erover schrijven. Dan moet je er toch bij wezen? Natuurlijk niet. Stel dat ik omkom. Dan krijg ik echt geen letter meer op papier, hoor. Nee, ik hoor het dadelijk wel van jou.
omkom. En wat dacht jij dan, die wopo's? Want sterft er van de wopo's. Die schieten echt niet met een klappertjespistool, hoor. Niet? Nee, natuurlijk niet. Mitrailleurs minstens dat ze hebben. Kom op. Simon. Ik durf niet. Hé? Die wopo's, die zweet breekt me uit. Jawel, maar het zijn natuurlijk hele matige schutters, Jacobus. Echt waar? Ja, ja. En, daar komt nog bij, rond deze klok... Ja, zijn ze allemaal zo blauw als ik weet niet wat van de wodka. Oh. En, Jacobus, denk je promotie? Vooruit dan maar. Rustig, ja. Kom maar. Kom maar. Nou, zie je wel? Hartstikke mis. Simon, je kan me nog meer vertellen. Naar huis dan maar weer. Ja, en deze keer mag ik achterop. Jij mag achterop en je mag voorop. Hé? Ik ga namelijk met de trein. Goed idee, Simon, dan zetten we deze op bokkel. Nee, daar heb ik geen geld voor. Ik ken hem hier toch moeilijk tegen de muur laten staan, dan wordt hij gejat. Nee, maar jij gaat met de brommer. Hé? Ja, natuurlijk, de bruine Rotterdammer betaalt alleen maar voor mij. Want in de trein kan ik dan mooi mijn verhaal schrijven. Hé, je hebt helemaal geen verhaal. Moet jij eens opletten. Ik zie je in Rotterdam. Nadat onze dappere kooiman over de muur verdwenen was, de DDR in, het Oost-Duitse arbeidersparadijs, bleef uw verslaggever in angstige spanning achter. Hoe zou het kooiman vergaan? Zou hij het spervuur der vopo's weten te ontlopen? Of zou hij ellendig aan zijn einde komen in het Stalinistische prikkeldraad? De uren verstreken. Hé! Laat maar. Eindelijk! Het morgenrood blonk reeds toepasselijk aan de Oost-Duitse hemel. Simon, kijk eens even, de eerste prijs. Heel fijn, Karel. Zitten en mond dicht. Daar klauterde onze heroïsche buschauffeur het Vrije Westen weer in... waar ik hem een hartverscheurend welkom bereidde. En vroeg ik... Gelukt, Simon. De missie is volbracht. De dagen van Khrushchev zijn geteld. Kerel, zei ik, je bent een held. Kom mee naar het Houtbaanhof. Dan nemen we de D-trein terug naar Rotterdam. Nee, sprak onze heldhaftige RET'er. Ik heb mijn brommer hier moeilijk tegen de muur laten staan. Ik zeg maar, die nemen we mee. Die zetten we op het balkon. Geen sprake van, zei de Hercules van de Oranjeboomstraat, zonder van het geld. Ik ga het met de Solex. Wij onderbreken dit muziekprogramma voor een extra nieuwsuitzending. Bij zijn terugkeer uit Oost-Berlijn, alwaar hij de Oost-Duitse leider Walter Ulbricht de hoogste Russische onderscheiding had toegekend, held van de Sovjet-Unie, maakte Nikita Khrushchev zijn vertrek als partijleider wereldkundig. Hij legt al zijn openbare functies neer en zal worden opgevolgd door het duo Brezhnev en Kosygin. Tot zover deze extra nieuwsuitzending. Hé? Is niet te geloven? Hé. Hey. Nee, hoe kan dat nou? Hij is fijn. Van de berg? Van dan, meneer Huimsen. Heb je het gelezen? Ja. Maar geweldig, we hebben een held in ons midden. Nou, ik ben er natuurlijk niet zo gelukkig mee. Nou, hier is een tientje. Dan ga je als de wiedeveer gaan naar de slijter en naar een mooie fles champagne. Het is nog maar de vraag of Brezhnev het net zo goed doet. Nou, dit moet worden gevierd, hè. Daar een opschietende beetje, want hij kan elk moment binnenkomen. Moet er ook glazen komen? Dat duurt toch allemaal veel te lang. We drinken het wel uit een kapje. Wat nou weer? Wat ben je nou, meneer Armsen? Een koei, wat een fantastische gebeurtenis. Ja, dat mag je wel zeggen, meneer Armsen. Ja.
Je hebt het gelezen. De Koeijman, de burgemeester, heeft het ook gelezen. Heb u meneer Van Walsum aan de lijn? Of ik hem ken? Nou, maar natuurlijk ken ik hem. Wij zijn al jaren bevriend. Boezemvrienden, meneer Harmsen. Ongelooflijk. Hij is gewoon over de muur geklommen. Heeft zich een weg gebaand door al het prikkeldraad en de spervuur van mitrailleurs. En heeft Nikita Khrushchev, de leeuw van het Kremlin, de mantel uitgeveegd. Ja, alles voor de wereldvrede, meneer Harmsen. De ereburger van Rotterdam? Nou, dat is toch wel het minste wat je voor hem kan doen. Ik ga na de dienst meteen langs op het stadhuis, meneer Harmsen. Meneer Harmsen? Even niet, Karel. De burgemeester is aan de lijn. Deze jongen krijgt een gouden medaille. Ik ga je hangen, Ger. De champagne est arrivé. Natuurlijk, Ger. Natuurlijk doe ik moeder de groeten. Dag, Ger. Naar de kantine, allemaal. Met alle soorten van genoegen, meneer Harmsen. Simon, eet smakelijk, kerel. Het is je van harte gegund. Een vriendje stokvis. Ruimte. Het is mijn eer en een genoegen om uit naam van onze burgervader jou, vriendje stokvis, te benoemen tot ereburger van Rotterdam. Dank u wel. Zo is dat. Hé? Dankzij jouw heldhaftig optreden is de kans enorm toegenomen dat de koude oorlog tussen Oost en West spoedig tot een einde zal komen. Nou, laten we het maar open dan. Nee. Meneer Harmsen, Simon heeft het enkel maar geschreven, hoor. Ik ben over de muur geklommen. Niet volgens dit artikel, hoor. Koeijman. Ik heb me door de linies gevochten. Het is toch niet te geloven, meneer Simon is veilig in West-Berlijn gebleven. Nee, toch, vriendje stokvis. Meneer Harmsen met de hand op mijn hart. Hij heeft alleen maar onze namen omgedraaid. Het is toch heel pijnlijk te constateren dat het veelkoppig spook van de jaloezie bij Jaap naar binnen is gekropen. En dat noemt zich dan een vriend. Karel, zeg jij nou eens wat. Jij hebt me toch gisteravond thuis zien komen? Ja, maar ik ben er toch niet bij geweest? Ga jij maar mooi met mij mee, hoor, vriendje stokvis. Als Koeijman jou dit succes misgunt, gun ik hem geen champagne. Heel verstandig, meneer Harmsen. Trouwens, hij moet nog rijden ook. Simon! Ik wil ook wel eens een gouden medaille. Nergens op, dat doen we nog een keer.